studeert, maar je, het ontspant je ook. Ja, ja, het ontspant me ook. Ja. Maar het is heel anders bezig dan, ja, dan de ene keer. Maar ze spelen maar. Ja. Zijn ik wel blij ben als ik drie balken zonder vak. Ja, ja. Ja, dat is dan misschien toch gek. De jeugd ook, ja, dat steeds weer. Ik hoorde was de laatste dat nog spelen. Hij was gelijk met Jaap van Zweden, leerling, bij de Fine van Reni. En Jan-Willem de Vriet ook, met z'n tweeën. Hm. En die woonden wij woonden op een zolder op de Keizersgracht, 720. En 718e woorden, Daphine van Weden. Het was die bekende filmpedagoog die al die mensen opgeleid heeft. Ja, ja. Jansen gestudeerd was een internationale formaatheid. En Jaap van Zweden was iets beter, zegt hij. Dat is een wonderlijke en studie en. Ja, dan gaat die voor. Ja. En dan maar doorgaan. Ja. Succes werden. En hij ging maar door. En dan met de televisie heeft hij natuurlijk ook moet doen en moet doen. Ja, dat zal gebeuren. Op het goede moment verkopen. Ja. Maar dat is een gekke combinatie met onzekerheid dan. Ja. Hè? Dat je en na 30 jaar was hij eigenlijk minder onzeker geworden. Dus hij heeft ook wel verliezen gereden, maar hij ging altijd maar door. Dit stuk? Nee. Nee, dat stuk. Weet het? Scribin. Oh ja. Wat ik zo verraderlijk vind. Wat is dat verraderlijke aan deze drie noten die op die twee moeten passen. Dus die moet ik versnellen. Die moeten ook in twee tellen gebeuren. Twee, dan normaal die drie. Maar die eerst wordt dan verlengd en die wordt dan korter. Dat is wel verkeerd. Ik ga nog overnieuw beginnen, ja. En dit mooie akkoord. Ja, ook dat het dat veel met stilte heeft. Mooi. Maar deze is van Toon zo mooi en dat is een heel bijzondere componist. Er is een tijd in geweest en dat weet je niet. Is dit is een Rus. Rus, ja. Hij kwam bij Pasternak aan huis en hij heeft een hele bijzondere muziek, deze muziek gemaakt. En later heeft hij een lichtorgel erbij gemaakt, daar is hij beroemd om geworden. Een lichtorgel? Ja, en dat vind ik, iedere toon heeft een bepaalde kleur, dus als het stuk gespeeld wordt, dan komt het bij de C, komt de blauwe bij geld. Oh, op die manier. Maar dat is van deze tijd ook? Dat nou, in 1910 was dat zo van, ja. Dit vind ik zo'n mooi akkoord. Thank you.
Ja. Ik heb wel eens op een leerlingenavond gespeeld, een paar jaar geleden, van de leerlingenavond, bij mijn zanglerares. En toen zei ik, ja, ik vind dit akkoord op zichzelf al zo mooi. En dat is dat er wel een componist een bepaalde toon aan kiest. Want als je het allemaal een halve toon hoger speelt, dan krijg je dit akkoord. Oh ja. Dat is heel anders, hè? Dus dan iedere noot een halve toon hoger. Of je dit hoort. En dan... En dit op de start is veel mooier, vind ik. Maar net dat tempo, dat is zoals het hoort? Ja, dat tempo is heel langzaam. Ja. Ja. En kun je dat nog langzamer spelen of gaat dan het hele stuk? Oh nee, dit wordt... Ik vind het lijkt dat... me heel... Hey, dit met die mooie akkoorden heel langzaam spelen. Dat je veel, veel stilte tussen hebt. Dat is uit het niks tevoorschijn. Ja, dat, is zo, dat komt ook wel. Soms ben ik graag te vlug spelen. Maar ik vind ook dat het langzaam moet. Er staat geen tempo. Ja, dus je hoort hem uitklinken, dat je bijna niks hoort en dan pas de volgende. Ja, omdat het akkoord al zo mooi is, hè? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, tweede deel, oh ja, de Coldberg-variaties. Dat heet Coldberg? Van jij heb ik ook heel mooi stuk. Ja. Maar ik, het Italiaanse concert moet ook ergens liggen hier. Het tweede deel. Is dat wordt je meesterwerk? Nee, wat ik nu net speel, dat ben ik altijd zo, dat laat ik aan iedereen horen. Oh ja. Maar het tweede deel van het Italiaanse concert vind ik ook mooi. Een andere toon eigenlijk meteen, hè?